Druk binnen 5 seconden op dat duimpje omhoog als je ook de Sue 3 Battle Pass wilt hebben. Welkom en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Fortnite video. Vandaag ga ik reageren op de tweede Battle Pass die Trimix heeft gemaakt. Een super getalenteerde guy die ook laatst een Battle Pass heeft gemaakt. Daar heb ik ook op gereageerd. Die video staat sowieso in het i'tje. En nu heeft hij een tweede deel gemaakt. De eerste Battle Pass was tot en met tier 1 tot en met tier 50. En nu heeft hij van tier 50 naar 100. En er zitten wel een paar hele goede ideetjes die ik echt wel in de Battle Pass zou willen hebben. Maar voordat ik die Battle Pass erbij pak, heb ik eerst even een kleine melding. Zoals veel kijkers weten, ga ik in seizoen 3 de Battle Pass 10 keer giften aan kijkers. Wat moet je doen om mee te kunnen doen? Abonneer natuurlijk op mijn YouTube kanaal en laat jouw Epic Games naam achter in de reacties. Op die manier kan ik jou toevoegen in seizoen 3 en gift ik jou misschien wel die seizoen 3 Battle Pass. Als extraatje kan je mijn supporter creator code PelleGaming gebruiken in de itemshop. Is dit gelukt, stuur dan ook even een fotootje naar mijn Instagram en dan kan je misschien wel in de volgende video komen. Zoveel kijkers gebruiken mijn supporter creator code al. Super bedankt ervoor. Dit was dan de korte melding. Veel plezier met kijken. En ik vraag het nog even één keertje. Ben je nog niet geabonneerd? Ik zou het super nice vinden als je even op die abonneerknop wilt klikken. Want ik zou heel graag de 90k willen halen voordat seizoen 3 gaat beginnen. Het is haalbaar, maar dan moeten jullie wel even op die abonneerknop klikken. En dan ga ik nu gewoon lekker beginnen met de Battle Pass. Eerst pak ik even een paar goede concepten uit de oude video erbij. Zeg maar uit de oude Battle Pass van Trimix. En dan gaan we reageren op de nieuwe Battle Pass. Zo had hij bijvoorbeeld ook bij de tier 1 skin, had hij de Engineer skin. De Engineer is echt wel een skin die in de game kan komen, want Midas is nu de tier 100 skin en de Engineer skin zit een beetje op de achtergrond. Dus dit zou op zich wel een tier 100 skin kunnen zijn, een tier 1 skin, dus die vond ik best wel goed bedacht. Door veel leakers was er geleakt dat Meowsicles een robot versie zou krijgen. Dat zou er natuurlijk niet zo uitzien, maar ik hoop dat we dat wel gaan krijgen in de Battle Pass, want dat zou echt super nice zijn. En dan heeft hij hier nog een lekker zomerskinnetje en dat zie ik ook echt gebeuren in de Battle Pass. Want we hadden natuurlijk ook in seizoen 5, toen kregen we ook een beetje van die zomersteltjes, een beetje van die watersteltjes. Dus dit is een skin die best wel goed zou kunnen komen. Dan had hij nog de Black Knight, alleen dan de vrouwelijke versie ervan. Ik vind het heel nice, deze gaat alleen niet komen in de Battle Pass, 100% niet. Want we hebben natuurlijk al de Red Knight. En dan zou het een beetje raar zijn dat je dan dezelfde skin krijgt, alleen een andere variant. Het is wel leuk, maar ik denk dat niet echt heel veel mensen hier hype voor zijn. Want mensen willen toch wel de Black Knight en dan de mannelijke versie en niet de vrouwelijke versie. En dan had hij als laatste de Aquaman. Ik wil trouwens even zeggen, ik denk niet dat Aquaman gaat komen in de game. Ik dacht het wel een hele lange tijd, maar dan praten we echt over 3 weken terug. Toen dacht ik echt dat Aquaman in de game zou komen. Maar ik heb er nu zo mijn twijfels over. En er is ook een concept in de nieuwe Battle Pass, die ga ik er nu bij pakken. Waarvan ik denk van ja, dat gaat er wel komen. En dan komen we aan jongens, tier 51. Daar komt de Bus Driver, want natuurlijk heeft de Battle Bus ook een driver nodig en dat is dus deze persoon. Hij ziet er ook echt uit als een kapitein en dat is best wel slim bedacht. Want ja, misschien dat de Fortnite-map gaat overstromen, misschien dat er een ander schip gaat komen, misschien dat de jacht verdwijnt. Want Midas die gaat natuurlijk een andere vorm aannemen, die wordt de Cyclo skin. Dus misschien gaat de jacht verdwijnen, ik denk het trouwens wel, maar er komt nog een video over. En ja, kapitein skin in de Battle Pass zou best wel goed kunnen. Hadden we natuurlijk ook in seizoen 8 hadden we een piraat thema. Beetje ontdekkingsthema en hadden natuurlijk de piraten skins. Een Battlebus als Backbling kan je verklappen, die hebben we al gehad. Alleen dan de opblaasversie ervan. Dus ik weet niet of we dan een real life Battlebus gaan krijgen. Maar wel leuk bedacht. Dan slaan we even wat dingetjes over en dan komen we uit bij een dubbele pickaxe. De Bus Smasher. Beetje de stijl natuurlijk, de kleuren van de Battlebus. Heel nice, alleen ja, ik weet niet man. Vroeger was ik echt hyped voor de dubbele pickaxe. Maar ik heb hem nu eigenlijk wel gehad. Ik vond ze wel echt gaaf, maar er zijn er gewoon te veel en te snel van deze dubbele pickaxe uitgekomen. Dan komen we aan bij een glider en die vind ik wel echt heel erg ziek. Volgens mij hebben we nog niet zoiets in Fortnite, zeg maar een beetje Battlebus glider-achtig iets. Ja, dit is echt nice. Dit is heel slim bedacht. Ik hoop dat Epic dit gaat overnemen in een ander seizoen. Ik denk dat ze niet zo snel gaan overnemen. Maar dit is wel echt één slim concept. Gewoon de Battlebus als glider. Bus down. Ja, ik moet toegeven, dit is wel heel mooi gemaakt. Dan komen we aan mijn dansje. Piano Keys. Ja, ik weet niet, man. Zo'n real versie van een piano die opeens oppopt. Maar ik denk het niet. Wel leuk bedacht. Hij duurt heel lang.
Dan komen we aan bij een skinnetje. En dat is gewoon een piratenskin. Heel nice. We hebben alleen het piratenthema net gehad. Dus ik weet niet of dat zo hyped gaat worden. Dan komen we aan bij de dubbele zwaarden. De Pirate Sword. Heel nice. Dit is wel echt dan weer wel een versie van de dubbele pickaxe die ik echt heel gaaf zou vinden. Want al heb je bijvoorbeeld de seizoen 8 Battle Pass gekocht, dan passen deze dingen er toch echt goed bij. En dat vind ik wel nice. Dat je verschillende soorten Battle Passes met elkaar kan combineren. Zodat je leuke Battle Pass skin combinaties krijgt. Dat is best wel nice. Dus dit is echt een slim concept. Dan komen we aan bij Harvest Tool, dat je met twee dolfijnen gaat slaan. We hebben natuurlijk twee vissen laatst gekregen. Die vond ik wel grappig. Ik heb ze verder niet gekocht, maar om nou te slaan met twee dolfijnen, ik weet niet of dat een goed idee is. Ja, dan komen we aan bij deze skin. Ik weet niet waarom deze skin ertussen staat. Ik denk een beetje voor opvul. Dit is denk ik een beetje gebaseerd op de Peely skin, wat natuurlijk een banaan is. Alleen dit is wel echt zo'n high quality dolfijn. Niet echt geanimeerd met twee van die armen. En heeft ook nog vinnen. Hij klopt niet echt. Die vinnen hadden lager moeten zitten. Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Ik vind deze niet zo heel nice gemaakt. Maar voor de rest is de rest is best wel chill trouwens. Bijvoorbeeld deze, de Nerf Gun. Dit is een wrap. En dan met Fortnite natuurlijk de samenwerking met Nerf. Ja, ik weet niet, man. Ik vind dit echt een hele nice skin. Ik hoop dat dit gaat komen in de game. Want dat zou voor beide partijen heel slim zijn. Ik voel, dit is best wel chillen. Ja, rap. Ik zeg skin, maar het is een rap. En dan gaan we verder. En dan hebben wij duikbrillen als glider. Ja, op zich. Op zich wel oké. Ik geef het een 6. Het is niet echt dat ik denk van, super nice. Maar op zich wel handig, want deze past natuurlijk weer bij andere skins die we zo gaan krijgen. Dan hebben we weer een harvest tool en dat zijn de snorkels. En dit is natuurlijk heel chill zijn als je natuurlijk die eerdere variant, die vrouwelijke snorkel skin hebt. Volgens mij snorkel ops, heet die? I don't know, ik ben zo slecht met namen. In ieder geval daar zou dit dan weer heel nice bij zijn. Dat je dus een chapter 2, seizoen 3 pickaxe hebt en dan met een OG skin. Dat zou echt super nice zijn. De snorkel gammo daarentegen deel vind ik een beetje matig. Die is niet zo gek gemaakt. Backbling, de diving tank. Ik weet niet, hebben we deze al? Volgens mij wel. Maar dat weet ik niet zeker. Toen we nog andere varianten hadden van de duikskins. Volgens mij kreeg je er ook een duikfles bij. Maar geen twee, maar volgens mij één duikfles. Als ik het uit mijn hoofd goed heb. Dus op zich wel nice. En dan komt hier de dive ops. De dive ops, gewoon een mannelijke snorkel ops. Nice. Ik hoop dat dit uit gaat komen. Het zou weer echt een leuke toevoeging zijn. Hierna gaat trouwens nog een skin komen waarvan ik echt denk van, dit moet echt in de game gaan komen. Maar dit vind ik echt al best wel slim bedacht. Het ziet er ook leuk uit. I like it. Maar leuk het hier 80. Dan hebben we een glider, gewoon een dolfijn. Ja, ik vind het hele dolfijn thema, die ga ik lekker skippen, want ik vind het niet uitzien. Dan hebben we nog een captain voor de boot. Dus dat is wel handig. Ik denk ook wel dat de jacht ook wel gaat verdwijnen. Dat we misschien wel een boot gaan krijgen in de Fortnite map. Gewoon een normale boot, zeilboot misschien, in plaats van een jacht, wat natuurlijk best wel nice zal zijn. Ik wil dan vanaf nog leuke dingen kunnen vinden, een harvest tool, de catcher. Volgens mij is dit een walvis speer, dan staat lijkt erop, een beetje groot. Dit is best wel nice, ziet er heel leuk uit. Het is weer een leuk concept, pas weer bij het onderwater thema natuurlijk. Leuk bedacht. Een backbling, visie. Die is wel leuk bedacht, ja die is leuk. Gewoon heel simpel, gewoon de vissen komen met natuurlijk die vis erin. Dan zou het ook echt super nice zijn als je dus meerdere varianten weer hebt. Met dat kleine visje, deze, de slurpvis. Dat zou echt leuk zijn dat je dus alweer meerdere varianten zou hebben. Ja, wat ik van de volgende skin vind, weet ik niet. Sailor, ja. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Maar ik vind het hele concept dat dus die vis uit zo'n buik komt. Ik weet niet, man, ik vind het niet helemaal nice. Wel een leuke opvuller. Hij had er misschien even iets anders uit moeten zien, maar ook weer leuk bedacht. En dan komen we aan bij die tier 92. Dan denk ik echt van, deze moet in de game komen. Ja, deze is nice. Deze is heel nice. Ik vind van alle skins vind ik deze wil ik hebben. Ik ben hyped voor deze. Ik wil deze hebben. Heel gauw. Nee, deze is echt wel gek. En dan nog de shark vinder op. Ja, dit is perfect. Deze wil ik hebben. 100%. En dit was een fanart. Ik weet volgens mij misschien van Trimix, I don't know. Maar dit is een fanart van iemand geweest. Ook heel nice dat hij ertussen zit. Dan komen we aan bij een rap. En toen dacht ik van, ik ben niet echt fan van raps. Mij maken raps niet zoveel uit. Maar deze vond ik wel nice. Een beetje bliksem. Natuurlijk van de storm. Een beetje goud. Een beetje roze. Wat roze vind ik er toch op zich bij passen. Nice. Dan hebben we de backbling van Poseidon. Of hoe je hem ook moet uitspreken in het Engels. Silk Cape. Ziet er ook nice uit. En dan hebben we Poseidon. Dat was het inderdaad. Ja, de god van de zee. Die had volgens mij die driekoppige draak slang dingen.
Ik ben heel slecht in mythologie. In ieder geval, die had hij. Ik vind hem wel nice. Een beetje kast misschien wel. Iets te kast. Maar het is natuurlijk wel een god. Dus ook wel logisch inderdaad. Maar ik vind hem wel nice hoor. En voor de mensen die denken van waarom komt Aquaman niet naar de game. Ik weet niet. Ik denk niet dat die samenwerking gaat komen zo snel. Het zou wel nice. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Dus ik denk inderdaad dat ze een Fortnite god kunnen maken. Met natuurlijk dezelfde naam. Dat ze natuurlijk heel goed kunnen. En hij heeft natuurlijk witte ogen. Dat zou wel nice zijn als je dan 10 kills hebt gehaald. Dat je dan witte ogen krijgt. Zo van God mode of zo. Dat er gewoon iemand op je af. Of misschien bij de 20 kills. Dat ze dan misschien nog feller worden. Dat gewoon iemand op je afrent met hele witte ogen. Dus hoe meer kills die maakt, hoe witter de ogen wordt. Zodat je echt denkt van, oh nee, hij is tryharder. Deze vind ik echt slim gemaakt. Mooi ook. Wel nice. Misschien iets te kast. Maar je hebt heel veel skins die laatst ook een beetje kast zijn. Ik weet niet. Ik hou niet zoveel van skins die zo breed zijn. Ik hou toch meer iets van slankere skins in Fortnite. Daarom heb ik ook alleen maar vrouwen skins. Dan kijken we nog even één keer snel naar alle skins. Natuurlijk de kapitein skin. En die zie ik op zich nog wel komen in de Battle Pass. Misschien ietsjes anders. Maar deze variant. Die witte variant. Die zie ik nog wel verschijnen in de Battle Pass. Als natuurlijk de Fortnite map onder water gaat. Anders slaat het natuurlijk helemaal nergens op. Gaat de Fortnite map onder water. Is dit een hele goede skin. En dan komen we aan bij de god, jongens. De watergod. Ik blijf hem nice vinden. Hij lijkt een beetje op Zeus. Als je het zo ziet. Maar nog steeds best wel nice. Deze skin, jongens. De shark. De black shark. Geen idee hoe die heet ook alweer. Female shark. I don't know. Dit is echt... Ja, dit is een top skin. Dit is toch een lekker skinnetje. Al klopt dat broekje niet helemaal, maar het is nog steeds een lekker skinnetje. Met flippertjes. Ja, deze skin zie ik wel in de Battle Pass verschijnen. Dat zou echt heel nice zijn. Of ooit in de item shop. Ik weet niet, ik wil deze skin echt hebben. In ieder geval, dit was dan weer de Fortnite video over weer zo'n lekker concept artje van Trimix. Ik ben laatst echt hyped voor Fortnite. Ik weet niet waarom. Ik vond Fortnite echt een kakspel. Zoen 1, ik had er helemaal geen zin in. Zoen 2, boeide me ook helemaal niks. Maar zoen 3, ik ben echt hyped. En ik hoop dat Fortnite weer lekker theorieën gaat doen. Veel updates, veel wapenswitches. Daar hoop ik echt op seizoen 3. En dan is Fortnite gewoon weer back. Zoals seizoen 8. Ja, als seizoen 8. Heb je deze video helemaal afgekeken en heb je nog niet op dat duimpje geklikt? Doe het nog eventjes. Even snel gewoon even duimpje omhoog. Zou ik super nice vinden. En abonneer. Dan hoop ik dat we, laten we zeggen 12 juni. Dan is het natuurlijk de tweede officiële dag van seizoen 3. Dat we dan de 90k hebben. Dat zou ik super chill vinden. Abonneren en dan zie ik jou in een nieuwe video. Later.